Yo mensen, leuk dat jullie er allemaal weer bij zijn bij een gloednieuwe video op LocoVivaNL. En vandaag is er dus weer een nieuwe video. Want ja, laatst het ga ik gewoon hartstikke lekker met al die video's. En hopelijk vinden jullie de video's ook leuk. Dus laat ik zeker even in de comments weten wat jullie van de video zelf vinden. Maar eerst even een duimpje omhoog doen en natuurlijk abonneren. Want deze video gaat over profclubs. Ik heb dat natuurlijk al vaker gedaan op LocoVivaNL, vaker op profclubs gestreamd. Ook in een ver verleden zelfs video's gemaakt over profclubs. En nu is dat natuurlijk een tijdje stilgevallen. Het laatste wat jullie hebben gezien van profclubs op mijn kanaal was profclubs met kijkers. Wat natuurlijk echt ontzettend grappig was vooral. Heel elftal vol met jullie. Eigenlijk jullie die gewoon lekker meededen met profclubs. Was natuurlijk hartstikke gezellig. Ging ook aan de andere kant weer volledig fout. Maar goed, dat hoort er ook weer een beetje bij. Inmiddels, ja, jullie zien het. Divisie 1, dit is heel erg. Ja, er is gewoon heel veel veranderd. Even gewoon een korte terugblik, zodat jullie ook even weten wat er allemaal intussen is gebeurd. Sinds die tijd dat we dus met al die kijkers aan het spelen waren, dat het dus een beetje rond divisie 6, divisie 5. En zeker de laatste weken, slash maand, nu FIFA toch langzaam zeker een beetje aan het afsterven is, gewoon omdat FUT gewoon niet echt meer leuk is, is het dus vooral profless geworden. Dus dan kan je denken aan ik, aan Arda. Aan Local Kevin, oftewel Kevin Bravenboer en ook Maxime. Met z'n vieren zitten wij een beetje af te wisselen in profclubs. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. We zijn steeds verder omhoog gegaan. Totdat we uiteindelijk een geweldige winstreeks hadden in divisie 3. In divisie 2 ging het even moeizaam. Maar uiteindelijk hebben we op een nippertje weten te promoveren. En nu, ja, divisie 1. Het is echt bizar eigenlijk. Want mensen kunnen er misschien lachen erover doen. Mensen kunnen er misschien grappig over doen. Het is maar profless, joh. Beetje kloten met je vrienden en op je haalt of zo. Nou, geloof me, dat is dus absoluut niet zo. Het is echt lastig. En joh, het gaat vooral om het teamspel. Maar goed, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Want profless draait daar eenmaal om. Maar mijn vraag dus, waar het eigenlijk deze hele video over gaat. Willen jullie dat ik hier iets van laat zien op YouTube? Dus willen jullie hier een serie van zien? De weg naar de titel. Want zoals jullie zien, als we alles zouden winnen, dus alle vijf de resterende wedstrijden, kunnen we de titel pakken. Handhaving lukt sowieso wel, maar goed, de titel is dus nog mogelijk als we dus al die vijf wedstrijden weten te winnen. Willen jullie dat ik daar, willen jullie dat ik daar stream? Willen jullie dat ik daar een serie van maak? Dus wat ik al zei, de weg naar Divisie 1, dus dat ik daar bepaalde video's van maak. Wat betekent dus dat daar profclubs hoogtepunten in komen? Laat dat zeker even achter in de comments, want daar ben ik juist ontzettend benieuwd naar. Want dan kan ik dat ook met jullie delen. Want als ik iets game in deze tijden, dan is dat eigenlijk gewoon profclubs. Warzone game ik ook veel minder. Omdat het niet echt meer een bepaald doel in is. Profclubs is gewoon één doel voor ogen. En dat is gewoon de titel halen. Dus laat zeker even weten of jullie dat willen zien op YouTube, op mijn kanaal. En zo ja, in de stream. Dus dat ik het ga streamen. De potjes die we spelen. Of dat ik daar een serie van maak. Door middel van video's. Laat het zeker even achter in de comments. En dan laat ik voor nu deze video hierbij. Want ik vind dat het even kort maar krachtig even moet worden meegedeeld. Dus een echte video om jullie mening even te horen. Dus laat het zeker even weten. Nogmaals, vergeet niet te liken en te abonneren. Bedankt voor het kijken. En tot snel weer. Laters mensen.